U heeft weinig vertrouwen in de financiële onderbouwing van het plan, hè? De stukken die aanvankelijk waren gestuurd, daar zat nog geen financiële onderbouwing bij. Die is nu op enkele dagen geleden alsnog gekomen. Maar ja, goed, het is allemaal nog voor een deel gebaseerd op toegezegde bedragen. We willen die garantie hebben, maar het definitieve besluit valt pas in 2014. Maar voor die tijd moet dat gewoon keihard geregeld zijn wat ons betreft. Veel fracties hebben zorg om de financiën. Dat hebben wij ook. In de zin dat wij zeker willen weten dat dit goed gaat. Dat het een gezond financieel project is. Ik heb natuurlijk afgesproken gisteren met de commissie dat wij zekerheden willen hebben over de financiën. Hoe dat met de financiering van de nieuwe regio gaat, dat is mij op dit moment niet bekend. Wat het financiële betreft, wat ik net aangaf, vinden we ook zeker dat op dit moment veel te onzeker is wat er gaat gebeuren. Het zou kunnen zijn dat de stadsregio met die naamgeving verdwijnt, maar dat wil niet zeggen dat alles stopt. Het ligt voor de hand dat de vervoersregio die onder het vorige kabinet in werking is gesteld, dat die er gaat komen. En dat de vervoersregio dan met name kijkt naar openbaar vervoer en het verkeer. De Beneluxbaan en metro 51 en tramlijn 5 wat er nu rijdt, dat zijn de hoofdverkeersaders van Amstelveen. En we kunnen het niet hebben dat men 3 jaar lang met 5000 auto's per dag over de Amsterdamse weg moet, die nu al heel druk bereden is. Dat is natuurlijk ook geen optie. Dus wij zeggen, die doorgang op de Beneluxbaan die moet zoveel mogelijk ongehinderd door kunnen blijven gaan. Want anders dan hebben we een groot probleem in Amstelveen. Ik ben het helemaal eens met mijn partijgenoot Geert Jansen. Zowel voor het OV-reiziger als voor de autoreiziger is het heel belangrijk dat dat zo beperkt mogelijk is qua overlast. En dat het dus heel verstandig is om daar al heel vroegtijdig precies op tafel te hebben. En hoe kunnen die overlast zoveel mogelijk beperken? Maar ik denk dat ook veel raadsleden het ermee eens zullen zijn dat we ervoor moeten zorgen dat we tijdens de ombouwtijd zo min mogelijk hinder voor het verkeer en voor het openbaar vervoer hebben. Ik streef dus naar om in het najaar van dit jaar de raad erover te informeren. Okay. Als men dan wil bijsturen, kan men dat ook op dat moment doen.